Voor Michael Bogaert is het dansen op het ijs misschien nog wel zijn grootste uitdaging tot nu. Ja, en als topwielrenner hoeft hij altijd maar één kant op. Ja, je kent het wel, hè? Zo hard mogelijk, recht vooruit om op tijd binnen te zijn bij de finish. Maar op het ijs is het een compleet ander verhaal. Vooruit, achteruit, zijwaarts, spin. Het houdt niet op, helemaal de beuker in gezellig. Michael, alle kanten op. Maar gelukkig heeft meneer een topconditie als een paard en enorm doorzettingsvermogen. Yes. En ook nog eens een winnaarsmentaliteit. Dus ook deze week stond zijn leven weer helemaal in het teken van het schaatsen. Vorige week werden Michael's uitmuntende prestaties op het ijs beloond met prachtig jurycommentaar. En een verrassende uitslag. Het is niet te geloven, het was net of je je band opgepompt had. Pet je af voor wat je vanavond hebt laten zien. Ik vond je te gek. Goed zo! 8. Een 8. In de snelheid met alle wisselingen vond ik het een 9. Een 9, Michael? Want je zit in een skate of Michael. Ik ben wel blij, maar het is gewoon een raar gevoel om tegen Ralf te winnen. Dat is raar, zeg maar. Vanavond mag Michael zich bewijzen op een bijzonder gevoelig en romantisch nummer. Het gaat zo op het nummer 4 van Robbie Williams. Het is heel sierlijk en dat is natuurlijk wel aan Daria besteed. Dus ik moet mee, dus we gaan zien of het ons gelukt is om mij ook een beetje netjes te laten schaatsen. Voor zijn zelfbedachte kuur oefent Michael hard op de lifts, waar de jury al weken naar uitkijkt. Al heeft hij wel zo zijn eigen manier om die onder de knie te krijgen. Ik heb heel de week langs de A2 gestaan met mijn duim omhoog om dat liften te oefenen. Dus we gaan zien of het gelukt is. Ja, en of Michael Bogaert zo meteen indruk weet te maken met zijn eigen bedachte kuren, dat ziet u zo. Laten we het hopen, Nens. Ja, en ook Jenny en Sineke hebben er weer helemaal zin in. Dus mis het niet, we zijn echt zo bij het terug. Michael Bogaert en deze topwielrenner schaatst op een superhit van wereldformaat. Wat dacht u van deze Feel van Robbie Williams? Dames en heren, samen met zijn prachtige partner Daria is hier Michael Bogaert. Come on, hold my hand. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much light running through my veins, going two ways. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough. Oh, weet je wat ik zo mooi vind? En dat ik zie jou iedere keer een klein beetje sterven. Want dan kom je hier aan en zie ik die droge lippen en heb je alles weg. En je bent gewoon een echte sportman. Maar wat een verdorie, wat een mooie kuur. En wat ging je goed in die liften, wat ze nou al door willen, die jury. Dat zat er toch verdorie goed in, zeg. Ja, was wel heel hard getraind op de lift.
En ik hoopte gewoon dat ik Daria wat hoger kon krijgen als de afgelopen weken. En dat liften ging wel goed eigenlijk. Dus, hebben jullie dat getraind natuurlijk op de ijs, maar doe je nou ook nog dingen gewoon los van de grond? Dus ik bedoel dat je het gewoon op de vloerbedekking doet of de trainingszaal? Want... Ja. Hier staan we altijd met de training en dan gewoon de schaatsen aan met de beschermers en dan proberen we het hier. Maar vaak is dat nog moeilijker als wanneer je glijdt, want glijden is toch wat makkelijk. Ik vind dat eigenlijk wel wat fijner, want dan kan je balans wat beter houden. Maar ja, het is toch best wel eng, want ik ben zo bang om haar te laten vallen. Dus dat is, ja, dat begrijp ik. Want ik moet, volgens mij, hoe zit het met al die vrienden van jou? Dat ze iedere keer zeggen, god, die Michael die schaatsen wel met een hartstikke lekker wijf. Ja, ze zijn allemaal heel enthousiast, ja. Ze vragen allemaal, iedere week vragen ze wel naar rennen. Ja. En dus, zit hier niet iets in de lucht? Want die geruchten gaan er ook allemaal. Nee, Daria is hartstikke gelukkig getrouwd. Wij schaatsen gewoon heel goed samen en we hebben het hartstikke naar ons zin. Lekker goed verhaal, maar daar zijn er meer van hoor, heel gelukkig getrouwd. Maar daar gaan we het niet over hebben, Michael. Jullie vinden ze ook zo'n schattig stelletje. En ze kijkt zo verliefd naar je en jij naar haar. Ik vind het heerlijk. We schaatsen ook heel graag met elkaar, dus we willen er graag nog even in blijven als het kan. Kijk, we zien een slowmotje met deze prachtige lift. Dan is die landing, denk ik, oh, het gaat net goed. Dat je net niet tegen de dingen staan staat, maar... Ja, ik kan alleen maar zeggen dat het er prachtig uitziet. En ik denk dat wij nog iets gaan zien. Kijk, hup! En het ziet er zo makkelijk uit en het is lastig hoor, want ik weet het hoor. En ze landt weer mooi. Wauw. We hebben ook echt superveel getraind deze week. We hebben soms echt dagen van 6 uur op het ijs gemaakt. Dus dat is toch niet normaal? Want hoeveel is normaal wat jullie normaliter trainen? Dat is misschien ook wel hartstikke leuk voor de mensen thuis te weten. Ik denk normaal zo 2-3 uurtjes om een dag. Hooguit 3, maar afgelopen week... toen ik had echt zoiets van dat ik tegen Ralf erin bleef, zeg maar. Ik dacht echt, we moeten er echt alles aan doen om te laten zien dat we toch ook wel er verdiend nog in staan, zeg maar. In ieder geval, het moest niet aan mezelf liggen, had ik zoiets van, ik doe er alles aan. Maar ik zag ook vorige week de shock op je gezicht, want je had echt niet gedacht dat je door zou gaan. Nee, natuurlijk niet. En het publiek heeft toch massaal op je gekozen, samen met jouw prachtige schaatspaster Daria. Daria, it was a beautiful choreo. How was it for you to do this together with Michael? It was not an easy job, I think. So hard, and it was a difficult program, and I'm so proud of him that he did it. And honestly, he's the best partner I've ever had. Ik vind het zo romantisch. Het wordt elke week romantischer, weet je dat? Ja. Maar goed, voordat ik weer rare dingen ga zeggen. Ga ik je gewoon even naar Nens sturen, want die ziet er vanavond ook heel romantisch uit. En ik wens jullie ontzettend veel succes bij de jury. Daira en Michael Bogert! Als dit Gerard's definitie van romantisch is, oké. Begrijp ik zijn relaties op dit moment. We gaan naar Heim. Hij kan hem hebben. Ik heb het niet gehoord hoor. Je bent gewoon lekker kittig, ben je gewoon. Ja, dus ik pas me aan. Heim, deze prachtige keel. Heim, hij heeft wel wat laten zien vanavond, hè? Absoluut. Dat trainen dat heeft even absoluut resultaat gegeven. Waanzinnig mooi nummer. En ik denk dat Daira en jij samen er alles aan gedaan hebben om te laten zien wat jullie in huis hadden. Ik zag je waanzinnig mooi schaatsen en dat valt me wel heel erg op de laatste weken. Jij verbetert ontzettend snel en gaat grote stappen vooruit. De hoge lift hebben we gezien. Einde. Je moet ze wat langer vasthouden, want anders ben je ze meteen kwijt. Dus dat is niet helemaal de bedoeling. Maar al met al vond ik het erg mooi en het zat stijlvol in elkaar. En voor mij is dit de beste kuur die je tot nu toe geschaatst hebt. Er is in ieder geval hard gewerkt, sowieso. En dat is een mooi compliment. Jane... Ja, dit vond ik een hele mooie kuur, Michael. Met heel veel schaatsen en elementen. Een goede balans van beide. Ik heb gezien dat je heel goed de binnenkant van je schaats gebruikt. Zie je wel dat je de hoge lift kan doen, hè? Nou? Het heeft even geduurd, maar we moesten er toch doorheen om maar hem... Maar je hebt me niet teleurgesteld, het kwam alsnog. Je hebt een heuplift gedaan, Walston. Ze zaten heel veel in. Je hebt hard gewerkt en dat zal beloond worden. Nou, dan willen we de beloning meteen zien, Jane. En dan gaan we naar de punten. 9. Yes, Michael, daar is hij. En verdient, Hein. En 9. Een 9. Sita. 9. Ook een 9. Mark. Het is duidelijk dat je hebt keihard gewerkt deze week. Een 8. Een 8. Oké. Die 9 dat nog bij was wel heel mooi geweest. Maar goed, een 8,8 is niet slecht. En daarmee sta je nu op een eerste plekje, Michael. Hoe lekker is dat weer, hè? Ja, dat is even een tijdje terug. Dus ik ben hartstikke blij met de punten. En zeker omdat we echt zo hard hebben getraind, dan
dan is het ook lekker om zo'n kuur te mogen schaatsen. Je hebt hem verdiend, maar je moet zo nog een kuur schaatsen. Maar als u Michael wil belonen voor zijn keiharde werken en hem deze week de skate-off wil besparen, bel dan 0909-1352 of sms Michael naar 4600. En we zien hem dus straks terug op het ijs met de tweede kuur. En dan ook nog op de Ketchup Song ook nog. Dus ik ben heel benieuwd hoe romantisch dat is. Dankjewel. Wat een mooie kuur was dat. Ik heb ervan genoten. Heel romantisch. Helemaal ook heel romantisch. Yes. Maar we hebben nog meer romantiek, denk ik. Ja, er komt nog veel meer. Ik weet het zeker.